Hallo, goedemiddag. Welkom achter de schermen bij de Gele Flamingo. Ik ben Sophie, dit is mijn collega Annelies. Superleuk dat jullie tijdens de lunch deelnemen aan ons webinar over eetstoelen. Tijdens het webinar kunnen jullie in de chat berichtjes typen, vragen stellen. Dus alles wat in je opkomt, noteer het maar gewoon. Achteraf gaan wij alle vragen beantwoorden. Later deze week ontvangen jullie ook via mail nog een blog. Die leidt naar de eetstoel, dus waar ook nog meer informatie op staat. Stel dat je tijdens het webinar toch het webinar vroegtijdig moet verlaten. Geen enkel probleem, het wordt volledig opgenomen. En achteraf ontvang je dus via mail de video. Annelies en ik, we gaan eerst een klein beetje algemene info geven over geboortelijsten bij de gele flamingo. En dan gaan Fien en Annelies samen de vier toppers van eetstolen momenteel in ons schema voor jullie bespreken en toelichten. Ja, klopt. Ik zal beginnen dan inderdaad met een beetje algemene informatie over de geboortelijsten bij ons. Wij werken voor onze lijsten met een heel flexibel systeem. Dat wil zeggen, je kan items blijven toevoegen en verwijderen van je lijst, zoveel en zo vaak als je zelf wilt. Je kan die ook helemaal zelf aanmaken thuis. Dat is wel heel fijn dat je dus de beheer volledig in eigen handen hebt, omdat hier continu nieuwe collecties binnenkomen. En we zien dan ook heel vaak dat mama's hun lijstje regelmatig aanvullen met aan spulletjes uit de nieuwe collectie. Het enige nadeel aan het feit dat je alle items verbonden zijn aan de stok, is dat soms ook dingen uitverkocht kunnen zijn. Nu, daarom kan je uiteraard ook die spulletjes die je zeker wilt afnemen, altijd reserveren. Dat doe je door ze aan te duiden als favoriet. Ze gaan hier dan bij ons uit stok en blijven voor je opzij liggen totdat ze van de lijst worden gekocht. Een vraag die we ook vaak nog krijgen van mama's met een lijst, is of we duurdere items kunnen opsplitsen in verschillende schijven. Vroeger deden we dat wel, maar we zagen dan dat de ouders vaak bij het afsluiten van de lijst nog met het merendeel van die schijven bleven zitten die ze dan zelf moesten betalen. En daarom zijn we er eigenlijk mee gestopt, want een koper heeft echt niet graag een deel van een cadeau. Als alternatief hebben wij dan de cadeaubonnen voorzien. Die staan, als je gaat kijken naar de lijst als koper, helemaal onderaan alle gevraagde producten. Dat is een uitklapmenuutje. En een koper kan daar kiezen van bonnen tussen de 15 en de 200 euro. En als ouder kan je die bonnen dan uiteraard gebruiken om spulletjes van je lijst zelf mee aan te kopen of gedeeltelijk mee te betalen. Misschien nog zeggen dat als jullie meer info willen, nadat je de lijst hebt aangemaakt, dat je altijd bij ons terecht kan voor een afspraak. Je mag er altijd voor bellen of mailen. En dan gaat Sophie nog iets zeggen over de recente methode. Ja, het leuke stuk natuurlijk, vanaf het moment dat de baby geboren is, gaan we de cadeautjes versturen. De kopers hebben eigenlijk drie verschillende verzendmethodes. Dus de meest gebruikte bij ons is de mogelijkheid om pakjes te laten opsturen naar jullie thuis. Die is ook helemaal gratis. Dus dat wil zeggen, vanaf de geboorte worden de cadeautjes gegroepeerd en elke 1 à 2 weken naar jullie thuis verzonden. Ze hebben ook de mogelijkheid om het pakketje naar hun thuis te laten opsturen, dus naar hun thuisadres, als ze het graag persoonlijk willen afgeven. En natuurlijk zijn ze ook altijd welkom hier bij ons om hun cadeautje hier te halen. Ja, en dan krijgen jullie, als er een cadeautje gekocht wordt, telkens ook een mailtje waarin je kan zien wat er van je lijst gekocht wordt. Daar is dat wel niet wie het heeft gekocht of ze een boodschap hebben achtergelaten. Als je dat wilt zien, moet je eventjes terug inloggen op je geboortelijst en daar staat een knop besteloverzicht. Als je die opent, zie je dan steeds wie wat gekocht heeft. Dan zijn we gekomen aan het afsluiten van de lijst. Dat gebeurt hier op vraag. Dus je mag er altijd voor bellen of mailen. Wij bezorgen je dan nog eens het volledige besteloverzicht van alles wat er gekocht werd. Je kan dat besteloverzicht dan bijvoorbeeld ook gebruiken om je bedankkaartjes, aan de hand daarvan je bedankkaartjes te schrijven. En uiteraard je cadeaubon van 10% op het totale aankoopbedrag. Ja, voilà. Dus dat was een beetje algemene info over geboortelijsten. Nu gaan Fien en Annelies jullie meer uitleg geven over de eetstoelen. Ik zie dat er nog een aantal mensen later zijn toegekomen. Dus het stukje dat jullie gemist hebben, geen enkel probleem. Alles wordt opgenomen. Als de webinar afgesloten is, ontvangen jullie via mail gewoon de volledige video. Dus dan kunnen jullie alles opnieuw bekijken. Ook als er stukjes zijn die je hier denkt van oei, dat ging een beetje snel, geen enkel probleem. En in de chat kan je gewoon al je vragen sturen. Dus veel kijkplezier, zou ik zeggen. Voilà. Oké, wij hebben onze vier hardlopers uit het gamma hier voor jullie klaargezet. En we zullen die gewoon
eventjes één per één overlopen, de voordelen van de verschillende stoelen op een rijtje zitten. En ik heb voor elke stoel ook een kort filmpje voorzien, dat na de uitleg over een stoel dan eventjes zal afgespeeld worden. We gaan beginnen met de Evolu van Childhome. De Evolu is een stoel die gebruikt kan worden vanaf de geboorte, want je kan er een apart eitje, een baby-eitje voor kopen dat perfect past op het onderstel van de Evolu. En je kan die zeker doorgebruiken totdat je kindje een jaar of 6 is. De Evolu is als enige stoel uit het hele gamma in 3 hoogtes verstelbaar. Je kan hem dus zoals hij hier gemonteerd staat, Fien, misschien het scherm een beetje naar beneden. Dat is de basis zit poten. Zo kan je hem gebruiken om aan een gewone eettafel te zitten. Je kan de poten ook nog verkorten, waardoor het een echt kinderstoeltje wordt. Als je dan het eettablet verwijdert, kan het gewoon gebruikt worden aan een kindertafeltje. Maar er is ook de optie om nog een extra set poten te kopen, waardoor de poten extra lang worden. En dan past de Evolu ook perfect aan een keukeneiland. Ook altijd leuk. Dit is nu de gewone, maar we hebben ook de Evolu 180. Dat is een stoel die je zowel naar links als naar rechts kan draaien. Heel handig om zonder problemen voor je rug je kindje uit de stoel te heffen als ze dan nog niet zelfstandig kunnen. Nou, laten we nu eventjes het filmpje van de evolutie van jullie. Oké, voilà. Dan zijn we aan de volgende stoel gekomen. De Keos. Niet de goedkoopste onder de eetstoelen, maar dat heeft ook wel een reden natuurlijk. De Keos is gemaakt uit supermooi eikenhout en je kan hem een leven lang blijven gebruiken. Hij is voor je kindje vanaf een maand of 6 perfect. Dus met de beugel erbij dan. Je kindje moet wel zelfstandig kunnen zitten. En je kan hem dan voor je kind gebruiken, zeker totdat ze 8 jaar zijn. Misschien ook wel een beetje langer. Maar nadien kan je die stoel ook nog doorgebruiken als je de beugel verwijdert. Als trapje, gewoon als ladder. Een groot voordeel van de Keos is dat hij super compact is. Je kan hem inklappen. Dus als je bezoek hebt of een etentje onder volwassenen alleen, is hij heel snel opgeborgen. Je kan hem ergens tegen de muur zetten of aan de muur hangen. En ja, zoals gezegd, kan je hem dus een leven lang blijven gebruiken. Ook van de Keos hebben we even een kort filmpje voor jullie. Voilà. En dan zijn we aan onze derde stoel gekomen. De Leander. De Leander is echt prijskwaliteit een topper.
Hij is super duurzaam. Je kan hem heel lang gebruiken. Ook vanaf het moment dat je kindje zelfstandig kan zitten. Je kan dan de beugel aankopen. Natuurlijk, want zo, zoals hem hier staat, is hij meer voor kindjes die dat al niet meer nodig hebben. En je kan hem echt gebruiken tot in de tienerjaren. Het zitvlak en de voetenplank zijn heel eenvoudig te verstellen in hoogte. En ja, ik zeg het, kinderen van de lagere school kunnen er met gemak nog op gaan zitten. De leander heeft een heel stevige basis, lange poten. Maar het is geen stoel die hij meegeeft. Het fijne aan de leander is dat hij een beetje beweegt. Als je kindje een beetje begint te schommelen, dan gaat hij gewoon mee. Hij veert echt mee en dat is heel tof. Heel goed voor de ergonomie ook van je kindje. Van de Leander is ook een kort filmpje en dat gaan we jullie nu even tonen. Oké, en dan zijn we nu gekomen bij de vierde en laatste eetstoel voor vandaag. De laatste nieuwe uit ons gamma, de Growing Green van Momodino's. Een ontwerp van Mark Veloo en een echt mooi designstoeltje. De filosofie van Momodino's hierachter is dat het stoeltje eigenlijk een leven lang met je kind meegroeit. Zoals wij hem hier hebben opgesteld, dus met beugel en eettablet, is hij perfect voor kindjes vanaf 6 maanden. Maar je kan hem ook blijven gebruiken, zonder eettablet dan en zonder beugel, voor kleutertjes, zodat ze er zelfstandig kunnen in- en afkruipen. En de poten van de stoel van Momodino's kunnen ook verkort worden, zodat het een kinderstoeltje wordt, dat gewoon gebruikt kan worden om aan een kindertafeltje mee te zitten. Bijgeleverd niet, maar je kan ze wel apart kopen, de mooie kussentjes van Momodino's in al hun nieuwe kleurtjes. Waardoor het echt wel een heel fashionable item wordt. Voilà. Dan geef ik nu het woord aan Fien. Zij gaan jullie een beetje meer vertellen over eetsetjes en bestekjes die dat wij verkopen. Hallo iedereen, ik ben Fien. Ik werk op de marketingdienst van GL Flamingo. Ik heb daarnaast ook 2 kindjes en ik ga jullie een beetje vertellen over handige eetsetjes en bestekjes die je zeker in huis moet hebben of op je geboortelijst moet zetten wanneer je kindje bijvoorbeeld zelfstandig begint te eten of start met groentepap of fruitpap. Dus ik heb hier een aantal items bij elkaar gezet. Nu, als je kindje start rond 4 maanden met groentepap bijvoorbeeld, dan is het heel handig dat de kommetjes of bordjes op de tafel blijven staan. En deze van Mushi bijvoorbeeld, die zijn ideaal. Dat eventjes zo, die hebben een zuignapje. En die blijven dus gewoon op de tafel staan. Hup. Dus voilà, ik heb ze er nu opgezet. Ik krijg je er zo niet meer af. Je krijgt ze natuurlijk nog wel af, want je kan ze ook met afwasmachine steken. Hè. En deze kunnen ook gewoon in de micro-golf. We hebben van Mushi hebben we zo'n bordjes. We hebben die ook van Mini-Koyoi. In verschillende kleurtjes met een deksel. Dus ook met die zuignap van Mushi. En dus met het deksel kan je deze dus ook gewoon in de micro-golf steken. Zelfs in de oven steken en ook in de afwasmachine. Dus lekker handig. We hebben die in verschillende kleurtjes. Dus ook in het roze bijvoorbeeld. Het
Het is wel een must-have, ook wanneer je kindje dus echt zelfstandig gaat eten, dus met zelf met een lepeltje, dan is het handig dat deze bordjes natuurlijk aan tafel blijven kleven, en zodat je geen rondvliegende borden in heel het huis hebt natuurlijk. Als het kindje een beetje groter is en meer gaat mee eten aan tafel, hebben we naast deze handige kommetjes hebben we ook bordjes die aan tafel blijven kleven. Ik heb er zo eentje van Mushi vast, en deze bijvoorbeeld is van Dombardier. We hebben die in verschillende kleurtjes. En echt wel heel handig om te hebben. Daarnaast, eventjes kijken. Ja. Voor een kindje dat gaat starten met groentepap of met fruit, hebben we hele zachte lepeltjes in ons schema. Deze van Skip Hop is een siliconen lepeltje. En ik zal het even laten zien. Dat is buigbaar, dus heel flexibel. En ideaal voor dus het kleine mondje van je kindje. We hebben die ook van Oxotot. Is ook heel zacht en die is ideaal omdat deze heel smal is. Dus voor kleine mondjes dus perfect. En we hebben onlangs een nieuwe merk bij ons gelanceerd, dus Viaba. En die hebben ook zo'n siliconen lepeltjes. Super zacht aan de mond. En dat gaat eigenlijk beter zijn dan een harde lepel in het begin. Omdat je kindje natuurlijk gewoon is om aan een fles te drinken, van de borst te drinken. En dan gaat het verschil minder groot zijn en is ook gemakkelijker voor je kindje om zo te leren eten. Is die kindje een klein beetje groter en wil die al zelfstandig gaan eten, dan zijn er natuurlijk ook leuke bestekjes, zoals deze van Liwoo bijvoorbeeld. En waarom zijn deze zo fijn? Omdat deze een handig handvatje hebben, dus past makkelijk in die kleine handjes. En die heeft ook een beetje een anti-slip, ik kan proberen te tonen, een beetje anti-slip hier. Dus makkelijk om vast te houden en daarnaast ook heel handig, een extra ribbeltje hier aan de lepel. Dus, en daarmee gaan we eigenlijk verhinderen dat het kindje het lepeltje te ver in zijn mondje steekt. Dus en zich niet kan verslikken. Even kijken. Dus om te drinken. Dus om te starten met drinken. Dus om met water bijvoorbeeld. Hè, hebben we handige bekertjes. Deze is van Oxotot. Ik kan dat even tonen. Die heeft een superzacht drinkteutje eigenlijk. Hè, dus ook van siliconen, dus ook ideaal voor kindjes die willen starten. Dekseltje toe heb en je kan het gewoon zo meenemen in je luiertas. En deze hebben we ook in een handige rietjesbeker, dus ook voor on the go. Handig. Hup. En super zacht. Makkelijk schoon te maken met een rietje erbij. Wat hebben we nog? Dan hebben we deze. De Transition Cup van Oxotot is ook heel handig. En waarom is die zo handig? Omdat die ervoor gaat zorgen, dus wanneer je kindje echt klaar is om een open beker te drinken, is deze een goeie. Omdat die eigenlijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien, die heeft hier gaatjes. Hè? Dus je kindje gaat starten met te leren drinken en dan gaat op deze manier niet te veel water ineens binnenkrijgen. Is je kindje een beetje groter en kan je wel van een gewone beker drinken, dan kan je dit siliconen stukje er gewoon uithalen en wordt het een gewone beker. Ook heel fijn voor kindjes die zelfstandig willen drinken, zijn deze siliconen bekertjes van Leewood. Kijk, niet breekbaar, mogen in het afwasmachine, mogen ook in de microgolf. En deze zijn handig, want niet breekbaar natuurlijk. Het mag al eens gemorst worden, dus dat zullen we ook proberen. Ook heel erg fijn. Jullie weten, kindjes die zelfstandig gaan eten, die gaan natuurlijk een beetje vuil worden, een beetje knoeien. Dan zijn deze middelslabben van Leewood met mouwtjes. Echt heel fijn om in huis te hebben, met drukknopjes achteraan. En daarnaast vinden wij de siliconen slabbetjes ook heel erg leuk. Deze is van Mushi, die is verkrijgbaar in verschillende kleurtjes en printjes. En waarom vind ik deze een topper? Ik gebruik deze voor mijn kindjes zelf ook. Omdat die een handig opvangbakje hebben. En dus wanneer ze bijvoorbeeld spaghetti of zo aan het eten zijn, dan valt het daar allemaal in. Hup, gewoon even afwassen. En je kan hem terug gebruiken. En ook als je op vakantie of zo gaat of een weekendje weg, hoef je eigenlijk maar één slap mee te nemen. Want je kan die gewoon afwassen en terug hergebruiken. Dan heb ik hier nog een aantal dingetjes staan voor on the go. Dus wanneer je een weekendje weg bent of op vakantie vertrekt. Of gewoon een daguitstapje maakt. Hè. Dan zijn deze fijne items echt wel fijn. Dus wat heb ik hier? Snackcups. Deze is van Oxotot. Ik zal die eventjes van dichterbij laten zien. Dus ik kan hier bijvoorbeeld koekjes in doen, of besjes, of stukjes fruit, of stukjes komkommer of zo bijvoorbeeld. En je kindje kan met zijn klein handje de items eruit halen. Maar als hij ze omdraait, gaan die er niet uitvallen. Dus ook bijvoorbeeld in de auto of in een buggy kan je kindje dat vasthouden en de snacks gaan er niet uitvallen.
Dan hebben we ook van Speer en Koort. Dus hetzelfde principe. En deze van Mushi. Is ook heel erg fijn. Dus voilà. Dus als je het ondersteboven, dan gaat er niks uit. Wat heb ik hier nog? Dus als je on the go bent met je kindje, dan hebben we ook nog enkele handige dingen zoals deze foldable spoon van Skip Hop. Dus voilà. Stel je voor, je trekt erop uit of je gaat wandelen, je kindje moet gevoed worden, dan heb je gewoon zo'n handig lepeltje bij. Is het lepeltje vuil, dan klap je het gewoon terug in, hup, en dan kan je het gewoon zo terug in je luiertas doen. Beetje hetzelfde principe hier van Skip Hop, is een doosje voor groenten en fruit in te doen. En dan heb je hier nog een extra compartimentje waar een lepeltje in zit. Dus kan je het erna, als het vuil is, er gewoon terug in steken. En zo heb je geen vuile lepeltjes in je luiertas. Voor onderweg groente of fruit te geven, is dit van Skip Hop, dit potje, ook heel fijn. Waarom? Het heeft een handvatje. Dus je geeft groente en fruit, hup, je houdt dit vast en zo gaan je handen niet vuil worden. Dat is ook super handig om te hebben. En om te drinken vind ik deze topper, die is nieuw van Beaba, ook heel erg fijn voor mee te nemen. Die heeft ook een zacht siliconen rietje. En waarom is deze zo handig? Omdat je hier natuurlijk ook warme en koude drankje in kan doen, want deze is thermisch. Dus doe je daar bijvoorbeeld iets warm in, dan blijft dit lekker warm voor een tijdje. En ieder natuurlijk in de zomer met koel op drankje blijft dit lekker fris. En nog een laatste, nee, nog twee dingen wil ik nog tonen. Dit zijn handige stainless steel bekers van Leewood. En hier kan je ook bijvoorbeeld patatjes, groentjes of iets in doen van fruit. Dat gaat ook warm blijven en dat gaat ook koel blijven wanneer je in de zomer er iets mee neemt. Die zijn van Leewood en die zijn in 250 ml en 500 ml beschikbaar in verschillende kleurtjes. En als laatste, ik sta erop, ik weet niet of jullie het kunnen zien, denk het wel. Dat is de knoeimatten, die heb ik zelf ook in huis. Deze is van Everly & Me. Super handig, je kan die gewoon oprollen. Dus ik kan dat even laten zien, hup, en dan kan je die weghalen. Even met een vochtige doek erover en je maakt hem proper. En je legt deze eigenlijk onder de eetstoel van je kindje. En op die manier moet je niet bang zijn, oei, mijn vloer gaat vuil worden, ik ga er plekken op hebben. Nee, dus perfect voor onder stoel en hij is dus mooi ook. En deze is van Everly & Me. Dus voilà, ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn. Als jullie nog vragen hebben over bepaalde items, of over de eetstoelen, over de geboortelijst, laat het ons zeker weten in de chat. En dan beantwoorden wij deze zeker vast. Wij gaan ook nog een blog naar jullie opsturen. Ja. Twee blogs, eentje over eetstoelen en eentje over servietjes. Ja. Voilà. En dan kunnen jullie alles nog eens rustig bekijken. Dus voilà, hoop dat jullie het fijn vinden. Dankjewel voor uw deelname allemaal. Wij gaan nu het beeld afsluiten, maar blijven dan dus zoals gezegd zeker nog een half uurtje beschikbaar in de chat, waar wij al jullie vragen gaan beantwoorden en waar je ook nog vragen kan blijven doorsturen. Bedankt en tot de volgende. Bye. Dag.